Nou, het is 8:04. Ik ga naar mijn werk toe. Dus ik ga naar boven. Netjes op tijd. Er komt een streepje zon. Ja, ja. Het is echt waar. Ik heb net even Ravi's nagels geknipt. Die vindt dat altijd niet zo gezellig. Maar dan krijgt hij wat pindakaas en dan vindt hij het eigenlijk al. Oh, je gaat denken, Suusje, drinkt niet genoeg? Dat doe ik wel. Boven staat een beker waar 1 liter water in gaat. Die heb ik vanmorgen al leeg gedronken. En inmiddels deze al 2 keer, dus dat is ook 1,5 liter. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Welkom bij Gewoon Suus. Ik ben Suus en ik vlog mijn leven samen met Ravi. En soms verschijnen er ook andere mensen in. Een nieuwe handdoek voor Ravi's voeten, want het regent. En dat merk ik ook. Mijn longen, de vocht. Daar doe ik het niet zo goed op, zeg maar. Dus ik hoop dat het gauw weer wat droger weer wordt. Schoentjes aan, die heb ik al in mijn hand. Wandelen. En daarna ga ik ontbijten en aan het werk, want het is voor mij gewoon een vakantiewerkdag. En dan denk je vakantie, ja. Ik werk op een school, middelbare school, en die heeft nu vakantie. Maar ik werk ook voor mijn eigen bedrijf en die heeft geen vakantie. Dus we gaan wandelen en dan gewoon aan het werk. Kopje koffie, straks ophalen om 1 uurtje of 10. En ik werk vandaag tot ongeveer 12:30 denk ik. 12:30. Ja, 12:00 denk ik, want ik wil even lunchen. Ik heb om 1:00 een afspraak, dus ja, 12:00. Maar goed, tijd om te gaan wandelen in de regen. Nou, het is 8:04. Ik ga naar mijn werk toe, dus ik ga naar boven. Netjes op tijd. Ik wil namelijk om 8:00 beginnen en dan van vandaag van 8 tot 12:00. En ja, ik hou die uren bij. Dat moet ik doen voor de Belastingdienst. Wil ik als ondernemer worden aangemerkt, dan moet ik nog meer, veel meer uren maken dan ik nu doe. Dat ga ik niet redden. Het is het oude handdoekje van Ravi's voetjes. Dat wissel ik elke dag. Dat vind ik wel zo zo. Vandaar ook dat er soms zo heel veel handdoeken in de was zitten. Maar goed, ik heb de computer al aanstaan. Ik ga even zorgen dat ik hier ook wat drinken krijg. En dan ga ik aan de slag. Wat staat er op het programma vandaag? Allereerst ga ik in elk geval als een pluisje. 1 video editen. Ga ik aan het werk voor schrijfwerk. Ga ik daarna nog een video editen. Ga ik iets opzoeken voor iemand waar ik morgen een belafspraak mee heb. Wat ga ik nog meer doen? Ik had nog iets bedacht. Ik weet het al niet meer. Geen idee. Ik weet het niet meer. Ik was net de video van Bram de Wijs aan het kijken. De Poldertoren op de achtergrond. En Bram die had het over een mevrouw die iets vindt van parttime werken. En dan wel op een hele lelijke manier er iets van vindt. Ik werk naar mijn idee ook parttime. Want ik werk 4 dagen nu in vaste dienst. Volgens die schooljaar nog 3. En 2 dagen voor mezelf. Tenminste nu officieel op papier 1. In theorie zijn het er 2. En straks ga ik dat weer terugbrengen naar nog steeds 2. Maar dan probeer het weekend iets meer vrij te houden voor mezelf. Of misschien niet een weekenddag. Of, nou ja, goed. Dat komt allemaal vanzelf wel op zijn plekje. Maar ik wil eigenlijk niet boven de 40 uur in de week uit gaan komen. En dat kom ik nu eigenlijk elke week wel. En dat is een beetje klaar, zeg maar. Dat moet ook gewoon even wat minder. Maar werk ik dan parttime of werk ik fulltime? Hebben jullie een idee? Werk ik parttime of werk ik fulltime? En wat werk jij? Werk jij parttime? Werk jij fulltime? Mij maakt het niet uit. Je moet gewoon doen waar je gelukkig van wordt. Maar ik ben wel benieuwd. Wat doen jullie? Wat doe je voor werk? En werk je parttime of werk je fulltime? Zo, heel hard gewerkt. Even 10 minuten pauze gehad. Maar inmiddels is het 11:45 en ben ik klaar. Mijn haar even gewassen. Nou, dat kun je zien. Ik heb het al even droog gefeund, maar nog niet helemaal droog. Ik ga zo eerst Ravi even uitlaten, want nu is het buiten wel droog. Dus dat is wel lekker. En daarna ga ik even een lunch maken. En er wordt heel vaak gevraagd, wil je weer eens wat eetje op een dag doen? Nou, dat ga ik vandaag wel eens even weer wat van filmen. In elk geval is mijn lunch lekker 2 gebakken eitjes met wat vleeshaar. Daar heb ik zin in. Ik denk dat ik nog
Even kijken wat ik nog heb aan vleeswaren. Ik heb nog ontbijtspek. Erg lekker. Maar ik heb ook kipfilet. Dat vind ik ook erg lekker. Dat kan ik ook doen. Maar in elk geval iets met ei. Daar heb ik zin in. En groenten. Ik heb snoeppaprikaatjes en snoeptomaatjes en komkommer. Dat moet goed komen. Dus. Oh ja, en gisteren kwam ik langs de buurvrouw en die gaf mij nog iets. Basilicum. Dus dat gaat ook nog groeien. De tomaat groeit echt als kool. Die gaat van de week over van dit potje naar dat potje. En dan ga ik hem ook dieper poten in de hoop. Want we weten niet zeker of dit mini tros tomaatjes zijn. Of dat dit grote tomaten zijn. Dus ik wil even voor alle zekerheid hem in een grote pot gooien. Dit is duurt heel lang voordat dit gaat gebeuren, zegt mijn moeder. Dus die laten we rustig staan. Dit groeit als kool. En dit is mijn lunch. Curry mayonaise, een stronk witlof, een handje tomaatjes, 2 mini paprikaatjes en 2 gebakken eieren. Er komt een streepje zon. Ja, ja, het is echt waar. Ik heb net even Ravi zijn nagels geknipt. Die vindt dat altijd niet zo gezellig. Maar dan krijgt hij wat pindakaas en dan vindt hij het eigenlijk altijd wel goed. Straks even naar de apotheek. Even mijn medicatie ophalen. Het was nu inmiddels allemaal binnen. Altijd fijn. Maar dan krijg je dus 2 verschillende ophaalcodes, wat dus weer niet werkt. Want als je de ene invoert, krijg je alleen het ene deel. Voer je ze alle 2 in, heb je dus 2 nummertjes. En dan raakt het systeem van in de war. Wat is er? Ben je zo zielig, vind je zelf? Vind je jezelf zo zielig, omdat je nagels geknipt moesten worden? Het zijn er niet zoveel die geknipt worden. Het is deze nagel die geknipt moet. En deze. En achteraan je achtervoetje nog eentje, want die groeit ook altijd heel hard. Ja. Ben je klaar nu? Ja? Krijg ik een poot? Krijg ik een poot? Oh, wat goed van jou. Een poot. Krijg ik ook de andere poot? Krijg ik ook? Nee, de andere poot. Ja, ik snap het. Je bent... Je wilt nou even spelen, hè? Ja. Oh. Oh, je wilt gewoon even gekroeld. Nou, dan gaan we dat even doen. Het pakketje van Body & Fit werd bezorgd. En ja, ik had hem vast opengesneden, maar nog niet opengemaakt. Er zit in een verrassing, Smart Protein, Frozen Cappuccino, een zakje met het een of ander iets, een Pre-Workout BF10. Wat zit hierin? Voedingssupplement, drinkmix, poeder met aminozuren, een heleboel andere meuk. Met zoetstof. Oké. Okay. Ja, we gaan eens kijken. Oh ja, en natuurlijk nog een tweede zak. Dit. Die gaan in de gangkast. Bij de voorraad. Het is tijd voor een tussendoortje. En dat is in dit geval dit reepje. Die ga ik lekker opsmikkelen. Dat is een karamel zeezout reepje met 12 gram proteïne en 1 gram suiker van Penny. Dat vind ik echt zulke lekkere reepjes. Dus daar ga ik lekker even van smikkelen. En ik heb daar... Oh, waar staat die? Daar een kopje thee. Dus die ga ik ook lekker doen. Het is inmiddels 3:50. Ik ben een beetje aan de late kant, maar ik ben naar de apotheek geweest. De hele lading staat daar. En de helft was niet leverbaar. Dus het schoot weer in. Maar goed, het zij zo. We moeten het er maar mee doen. Zo, de airfryer staat aan, want daar gaat voor mij kip in. En daar staat bloemkool. Emily eet bami vandaag. Dat is dit bakje. Dat gaat nu in de mag, net rond. En dan ga ik ervoor zorgen dat daar pasta in komt. Dus dat ga ik ontdooien. 400 gram zit daarin. En ik pak een pak. Mie. Dit is de snelle variant, de makkelijke variant. Ik vind het heel ideaal variant. Dat is het enige wat ik zo meteen hoef te doen. Is mijn bloemkool koken. De mie voor Emily koken en mijn kipjes in de airfryer gooien als die warm is. En dan staat binnen 20 minuten het eten op tafel. Hoe makkelijk kan het zijn? Nou ja, 25 minuten, want de kip, dit hoeft niet zo heel lang. Dit zijn van die, kijk, achterkant van de kip, zeg maar, de vleugeltjes. En die vind ik het allerlekkerste, dus die gaan lekker in de airfryer. En dan ga ik denk ik nog even marshmallow maken vanavond, want daar heb ik al een keer weer zin in. Het is een poos geleden dat ik dat gemaakt heb. Maar daar heb ik wel een keer weer zin in. Niet met aardbeien, gewoon met vanille smaak deze keer.
denken, Suus, je drinkt niet genoeg. Dat doe ik wel. Boven staat een beker waar een liter water in gaat. Die heb ik vanmorgen al leeg gedronken. En inmiddels deze al 2 keer. Dus dat is ook 1,5 liter. Nou, 1200 milliliter. Die vul ik nu nog 1 keer. Dat is dan voor de rest van de avond. En er komt nog een kop thee bij. Nou, dan zit ik wel genoeg vocht, denk ik. Dus ik vul deze. Die zet ik hier neer, want ik vind het water lekker. Maar het water uit de kraan is op het moment nog echt wel heel koud. Dus dan skip ik het even. Even kijken wat hier gebeurd is. Er is een takje afgebroken. Dat kan. Het eetstapel. De pasta staat hier. De prutje staat daar. Daar kook ik lekker de bloemkool. En hier zit mijn kipje in. Die is bijna klaar. We gaan zo eten. Nou, dit is het voor ik ga eten. Over de bloemkool zit alleen wat nootmuskaat. En dat is dus de kip. En dat is dus de hele maaltijd van vandaag. 300 gram, 350 gram bloemkool en 200 gram kip ongeveer. Zo, gauw een rondje gelopen voordat het hier heel hard gaat regenen. Want het is weer zover. Ik ga nog even wat plantjes naar binnen zetten, omdat het vannacht gaat diepvriezen. Dus dat ga ik nog even doen. Kom maar, je krijgt nog wat lekkers, hè. Dat is een lekker stuk gelopen. Het was wel fris buiten, dat kun je zien aan mijn neus en mijn wangen. Maar ik ga nu even die bloemen die nou daar aan de zijkant staan... Dat ga ik even naar binnen zetten, dat het niet bevriest. Oh, dat. Dus daar ga ik even mee bezig. 'S Avonds kijk ik altijd waar ik nog trek in heb en hoeveel calorieën ik nog over heb. Vandaag heb ik nog best veel calorieën over, dus we gaan nog aan de noten. En ook even hier wegpakken. En de walnoten. En ik heb knabbelspek vandaag. Wat is dit? Daar hou je van of daar hou je niet van, maar ik vind het erg lekker. Dus dat ga ik alvast even in een bakje doen. En ik moet nog best veel eten, want ik heb vandaag een beetje weinig gegeten. In calorieën dan, want ik moet er nog 400 erbij of zo. Ik ga even spieken hoeveel ik nog moet. Volgens mij is het 400. Ja, 400. Dus ik neem... 25 gram knabbelspek, 25 gram walnoten en een beetje amandel, niet te veel. Dus ik ga dat even allemaal afwegen. En dan denk je, waarom weeg je het af? Nou, meewegen. Meten is weten. Nog een stukje. Nog een heel klein stukje. Exact. En hier heb ik een knijper voor nodig. Oh, deze kan ook. Zo. Dicht doen met je. Nou, en een beetje walnoten. En een beetje amandelen. Ik vind dat altijd een hele lekkere combinatie. En hoeveel walnoten? Ik zal het voor de grap eens wegen. Ik doe altijd gewoon dat in de binnenkant van mijn hand past. Even 0. Twaalf gram. Walnoten. En ook zoiets aan 25 gram walnoten, denk ik wel. Even kijken. Een beetje open wil deze ronde. Ja. Soms is dat echt de vraag met deze walnoten. Ze zijn van de Action, maar ze zijn echt lekker. Zo. En dan denk je, 25 gram walnoten, dat is niet veel. Nee, dat is ook niet veel. Maar walnoten zijn best zwaar. Dus dan heb je, nou ja, ik zal zo laten zien wat het er hoeveel is. En... deze twee maak ik even aan elkaar vast. Oh, die schudde een zak. Deze gaat heel goed. Die zit dicht, die gaat er vast. Blijf staan. Deze is niet goed gegaan. Deze moet ik even dichtgeplakt. Er kwam een scheur in. Ja, dat is best lastig. Ik zou zweren dat ik plakband had hier. Ik denk dat die nog boven staat. Nou, dan doen we een beetje andere plaksel erop. Ik heb nog een stukje plakband. Zo. En dat is voor een andere dag. Zo. Ik zal het even laten zien. Nou, dit is dus die amandelen. Die doe ik nog hierbij. En dan heb je dus... stel eens even scherp dit. Als... hoe zeg je dat? Avondsnackje nog. Dat mag ik nog rustig op knabbelen vanavond. Ga
Oh, ik dacht dat ik al ingedrukt had, maar dat was niet zo. Ik ga eerst eens naar boven om achter de computer nog eens even een video online te zetten voor morgen. Want dat heb ik vandaag nog niet gedaan. En daarna ga ik eens even kijken wie mijn man aan het appen zijn op mijn telefoon. Die heeft last van hooikoorts, denk ik. Hoezo timing? Kunnen jullie het zien op het raam? Kijk, het regent en kijk wat daaraan komt. Ja, en daar staat mijn maggieplantje. Dat is nog niet gelukt vandaag. Dat is het takje voor morgen. Maar precies op tijd binnen. Ik ga gauw naar boven. Vannacht loopt het dus echt koud te worden. Dus ik doe alvast even mijn raam dicht. Maar ook mijn gordijnen. Dus het wordt heel even donker. Want ik wil even douchen. En dat vind ik niet zo charmant, zeg maar. Als het licht aan is. En ik ga douchen en je ziet alles. Dat hoeft van mij niet. Niet dat ik bijzonder ben of zo, maar ik vind het gewoon geen prettig idee. Dus ik ga eventjes lekker douchen. Heerlijk lekker onder het warme water. Zo, mijn gezicht lekker gescrubbed. Dus die is weer helemaal lekker zacht. Daarna een lekkere crèmetje gedaan. Trok heel goed in. Dus ik heb nu niet zo'n glimp gezicht. Dat is wel lekker. Het enige nadeel is dat mijn haar aan de onderkant weer heel nat is. Dat was niet de bedoeling. Maar ja, mijn hoofd ging iets meer onder de douche dan ik had bedacht. Ik ga naar beneden. Ik ga even tv kijken. En dan denk lekker op tijd naar bed. Zo, tijd om een video te gaan editen nog voordat we weer een afspraak hebben. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik heb lekker gewerkt. Ik heb echt een lekkere dag gehad. En ondanks dat het weer niet helemaal jovel was, vooral de avond was het echt te slecht, heb ik wel genoten. Heb ik jullie nog één ding vergeten te onthouden. En dat is hoe mooi de boom nu is. De kersenbloesem. Prachtig toch? Hij is echt super mooi dit jaar. Tijd dus om de video af te sluiten. Dankjewel voor het kijken nogmaals. Hele fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. En kijk jij nou 's avonds dan. Slaap lekker, mooie dromen. Tot morgen. Tot de volgende video. Doei doei.